Ja, Chris Janssens, een gelijkspel thuis tegen Patro IJs de Maasmechelen. Ben je daar gelukkig mee? In het begin niet, maar op het einde wel. Dus ik had toen verwittigd dat het een linker ploeg was, gevaarlijker dan ze in de omschakeling. Omdat ze heel veel snelle mensen hadden. Ze hebben ze ook Knokken eigenlijk doodgedaan. En die hebben ook op laatste seconde nog een gelijkspel uit de brand gesleept. En ja, je moet een vroege voorsprong krijgen. En Barkie had kunnen scoren en dan wordt het 1-0 en dan maakt het jezelf gemakkelijker. En al de rest was veel balverlies, veel slechte passen. Het was niet de wedstrijd waar ik van dacht van we gaan er hier nog één maken. Dus ik had met de tot een kwartier voor tijd dachten wij hier in de tribune van ja, het is misschien een collectieve off-day, want er was niemand die er echt bovenuit stak. Nee, maar toch, ik heb hem dan ook gezegd, als we een goal moeten maken, zal het minstens een standaard situatie zijn. En op Leicester hebben we dan powerplay gespeeld, gewoon de ballen in de bocht gebracht naar Andel en Gauthier. En die viel al eens goed voor Andel, buitenspel of niet. Dan is het vroeger 1-1, dan heb je misschien nog kans om te winnen. En nu valt die gelijkmaker dan jou 5 minuten voor het einde en dan moet je dat punt vasthouden. Want als je niet goed speelt en je pakt nog een punt, nou, dan moet je in het begin ben je ontgoocheld met een gelijkspel. Maar op het einde ben je dan nog, ja, een punt is een punt, 4-6. Dat beter kunt dat 6-6 kunnen zijn, maar dat maar 3-6 kunnen zijn. Dus, we verdienden wel niet van te verliezen ook, hè? Nee, we verdienden ook niet van te verliezen. Zij speelden ook heel verdedigend. 5 man van achter, 4 in het middenveld, 1 spits. Maar als ze eruit komen, zijn ze wel gevaarlijk. En dat was vorige week tegen Lommel ook zo. Ik heb de wedstrijd gezien. En Lommel had het ook heel moeilijk, kwam ook niet tot uitgespeelde kansen, alleen met standaard situaties. En we maken 46e minuut 1-1. En dan hebben ze wat geluk gehad, want anders hadden ze er ook niet over gelopen over deze ploeg. Ja, Kevin Niekeijzen zei hier daar juist, ja kijk, als we tegen een goed voetballende ploeg mogen spelen, hebben we het eigenlijk makkelijker. Zoals tegen Deinze, tegen Dessel hoopt hij ook en zo. Zeg, tegen ploegen die geslotener spelen, waar wij zelf het spel moeten maken, zal dat iets moeilijker zijn en we gaan er moeten op oefenen. Ja, dat is altijd zo. Maar als je patroon dan er niet bij is, dan weet je dat het nog moeilijker is. Ja, ik wou er juist over beginnen. Je miste vandaag toch een heel belangrijke, misschien wel je beste speler met René Sterks. Ja, en Wouter Rias ook. Hè. Ik denk, met Wouter heb je toch... Vandaag moesten dan Jonathan op rechts zetten en dat was ook niet zijn ding. Maar ik vond Dries nog niet klaar om een wedstrijd te beginnen, dus ik had gekozen voor Jonathan. En ja, onze backs zaten ook niet helemaal in de wedstrijd, zowel links als rechts niet. En Jonathan, oké, dat is normaal, de jongen heeft daar nog niet zoveel gedaan, dus alleen enkel maar om te depaneren. Maar toch langs de andere kant hebben we toch veel te veel ruimte gegeven en moeten verder verdedigen. Vorige week lukte dat wel, vandaag niet en daar moeten we iets aan doen. Het belangrijkste is dat we gewoon nu een ploeg, een blok moeten zetten om tegen Lommel te spelen en proberen daar iets mee te pakken. Wat zij doen op verplaatsing kunnen wij misschien ook op verplaatsen. Ja. Hoe is het gesteld met René Sterks? Want we horen hier vrij alarmerende geruchten. Ja, daar zat ik wel mee bezig. Ik had ook tegen de kiné gezegd van... Kijk, als jij zaterdag resultaat weet, laat maar best weten na de wedstrijd. Want voor de wedstrijd kan het misschien een domper zijn waar iedereen mee bezig is. Maar nu, ja, 2 à 3 weken. Dus dat valt in principe nog mee. Ik had het echt verwacht dat hij voor de rest van het seizoen in uit zijn. Oké, en de volgende week de echte test dan tegen misschien wel de titelkandidaat, Lommel? Ja, ik denk dat wij dan ook iets anders gaan spelen. Dan moet Lommel het spel maken en wij gaan daar... Probeer een goede wedstrijd te spelen en iets mee te pakken. Maar je weet sowieso dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn, maar dat is geen gemakkelijke. Als je vandaag naar de uitslagen ziet, Geel speelt vorige week Bergen van het Kask naar de Muur, maar verliest vandaag op Oosterzone. Deinze speelt gelijk tegen Châtelet. Dus alles is mogelijk in deze reeks en je wist op voorhand dat het meer evenwichtiger ging zijn. Alleen hij steekt er nog een beetje bovenuit, die alle 9-9. Maar we hebben nog een wedstrijd te goeien. Oké, bedankt Chris en veel succes volgende week in Lommel. Hè. Bedankt.